Het VOS-directeurenberaad heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over de ontstane situatie in het onderwijsveld. Het beraad is afgelopen maandag bijeengekomen om te praten over de onderwijsstaking. De voorzitter van het directeurenberaad, tevens directeur van LICO 1, Balram Soumer, hoopt dat er voor maandag een oplossing komt, waardoor de acties beëindigd kunnen worden. Gebeurt dit niet, dan zal dit leiden tot de ontwrichting van het onderwijs, met verregaande negatieve gevolgen voor met name de studenten, zegt Soumer. Het beraad roept daarom alle partijen op alles in het werk te stellen om tot een spoedige en duurzame oplossing te komen. Terwijl vele middelbare scholen volledig gesloten zijn, zijn er sommige waar er toch les gevolgd wordt. Een van deze scholen is de Algemene Middelbare School AMS. Directeur Mireille Cairo was echter niet beleefd naar onze nieuwsdienst toe. Ze weigerde namelijk de journalisten te woord te staan met de woorden: "Ik heb nu geen tijd voor ATV." Wij vernemen weliswaar dat de eerste en tweede klassen les volgen, omdat zij niet achter willen raken in zaken de repronde die nu gaande is. We gaan onze leerlingen niet in de steek laten. Dit waren de duidelijke woorden van Wilgo Valies, voorzitter van de BVL, en als vanmorgen in het stakingscentrum Theater Uniek, waar hij de leden toesprak voordat zij weer de straat optrokken. Belangrijk, als we willen werken naar een oplossing, dat we deze strijd gezamenlijk moeten oppakken. Want we willen zo snel als mogelijk terug naar school. Ja. Het liefst willen we met onze leerlingen bezig zijn. Maar er zijn momenten dat jij als leerkracht moet opstaan voor jouw eigen belang. Ja. En dat doen we nu. En u kunt zeggen wat u hebben wil over die leerkrachten. Zelfs als ze voor hun eigen belang moeten opkomen, als ze een keuze moeten maken, dan kiezen ze steeds het belang van die leerling. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, BVL, vanmorgen in Theater Uniek bij de achtste dag van de onderwijsstaking.